Koffiesdag op 15 december 2018 voor Stichting Paardrijden Gehandicapt. Naast me staat Arie. Arie, goedemorgen. Goedemorgen Connie, welkom in de manege. Nou, heel fijn dat we even mochten komen, vinden we altijd leuk. Even voor de mensen die het niet kennen, bijna niet voor te stellen, wat is SPGH? Dat is de Stichting Paardrijden Gehandicapten, Hardenberg en omgeving, dus niet alleen voor Hardenberg. Daar rijden mensen die een beperking hebben en het maakt eigenlijk niet uit welke beperking ze hebben. Ze melden zich bij ons aan en kunnen hier paard en pony rijden. Je hebt verschillende vormen van beperkingen. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld geen lichamelijke beperking hebben, maar een geestelijke beperking. En die kunnen soms wel zelfstandig rijden, maar je hebt ook mensen die niet goed kunnen zitten. Of die liggen op een speciaal zadel. En die zadels die hebben we hier ook bij de stichting. Dus die hebben vrijwilligers nodig. En soms dan zie je dat er niet één, niet twee, maar soms drie vrijwilligers rondom het paard lopen terwijl de ruiter aan het rijden is. Geweldig systeem. En nou hebben ze vandaag een proefjesdag. Wat is dat precies? Nou, onze ruiters die rijden hier elke week. En één keer per jaar. Dan mogen ze laten zien hoeveel ze al geleerd hebben. Hoe goed ze kunnen paardrijden. En die rijden dus een dressuurproef. Eigenlijk zijn het dezelfde dressuurproeven die de KNSH ook rijdt. En dat wordt ook gejurieerd door meneer Boven. Door Fred. Die zit dan boven. Dus wel heel erg spannend toch allemaal. Ja, het is echt een deskundige jury. Ik zei net KNSA, maar dat is iets met schaatsen. Ja, het gaat KNHS en dat is waar het om gaat. Die proeven reizen. En ieder rijdt gewoon een proef op zijn of haar eigen niveau. Ja. En die wordt ook op dat gebied, op dat niveau beoordeeld. Welke dagen in de week zijn jullie bezig voor de stichting? Is het elke avond dat ze hier paard kunnen rijden of alleen op zaterdag? We rijden hier maandag tot en met vrijdagavond en ook soms ook overdag en zaterdagmorgen. En ja, de indeling van die ruiters, die doet de manege hier om te kijken van wie past het best in welke groep. Er zijn ook mensen die rijden individueel. Dus nou, ja, dat is puur afhankelijk van de handicap die men heeft. Ja. Nou weet ik dat er achter ons gaat Nick straks op het paard. Die heeft een speciaal kussen waarop die ligt is het dan eigenlijk. Daar is ook een lift bij. Hoe komen jullie aan dat soort dingen allemaal? Ja, die moeten we toch krijgen van sponsoring. Het lichtbedzadel hebben we al jaren. Dat is ook ontwikkeld door de eigenaresse van de manege Jantje Dolving. Ze noemen het ook wel een dolvingzadel. Er zijn meer gehandicapte ruiterverenigingen of stichtingen die zo'n zadel hebben. En ja goed, en die lift die is er ook al jaren, want de manege is destijds gebouwd om speciaal voor gehandicapte ruiters. En daar hoort natuurlijk zo'n lift in, want heel veel kunnen niet zelfstandig op een paard komen. Dus die worden dan met de lift op het paard getild. En je zult er straks zien, die rijden, of die gaan met die lift, komen ze op dat lichtbedzadel. Dat is heel bijzonder, toch? Je hebt ook een zadel waarbij twee paarden gebruikt worden, of heb ik dat helemaal mis? Nee, we doen geen zadel of een huifbed, zo heet het dan heet. Omdat men hier in de manege daar niet zo achter staat. Nee, okay. Maar er zijn andere manege's die het wel doen, maar wij doen het niet. Maar dit maakt het dan ook wel weer heel bijzonder dat als je meervoudig beperkt bent, je dan toch ook gewoon paard kunt rijden. Ja, dat klopt. En we hebben nog veel meer soorten zadels. We hebben ook een backriding zadel. Dat zegt het al van iemand zit erbij achterop. Iemand die niet goed zelfstandig kan zitten, die wordt dan ondersteund door iemand die erachter zit. Maar dan zul je wel begrijpen dat daar ook weer één of twee vrijwilligers bij naast moeten lopen, want het paard moet wel iets in de gaten gehouden worden. Ja. Wat heb je zelf met paarden? Ik heb zelf al het paard gereden, een paar jaar, maar ik ben er niet zo goed in als de meeste ruiters bij ons. Nee. Dus wat dat betreft, ik ben ermee gestopt en dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Nou, en dan zijn we er.
bij de vrijwilligers, want oh, wat zijn jullie ontzettend belangrijk. Doe je dit werk al lang? Ja, ik doe dit al denk ik zo'n 6 jaar nu. Jo, echt? Ja, en ik loop al 7 jaar op de manege, dus dat zegt al genoeg. En heb je al een bed hier ondertussen of slaap je nog wel thuis? Nou, ik woon hier op het terrein. Oh, oké. Ik heb mijn eigen huurhuisje hier, dus. Hey, wat heb je met de stichting? Je helpt dus als vrijwilliger? Ja, ik was vroeger eerst ook als autist bestempeld, dus ik was ook eerst lid van de stichting en hielp erbij. Maar ja, dan heb je al gauw meer aansluiting. Ja. En je vindt het gewoon ook leuk om dit te doen? Ik vind het heel leuk om te doen. Nou ben ik niet zo heel erg, ik vind een paard nogal spannend, zeg maar. Dan druk ik me heel voorzichtig uit. Nou moet jij mij overtuigen dat ik echt op een paard moet gaan zitten. Wat zou je dan tegen me zeggen? Nou zou ik zeggen stap op Wanja, want die heeft dat hele grote lichtbedzadel zelfs nog op zijn rug. En doet niks. Ja, maar dat en doet niks, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Maar paardrijden is eigenlijk wel voor iedereen dus. Nou ja, het kan wel, maar ja, niet iedereen vindt het even leuk. Nee. Maar stel dat ik dat wel heel graag zou willen, maar ik ben heel erg bang om paard te gaan rijden. Dan zou jij mij bijvoorbeeld kunnen begeleiden en zeggen van, joh, je moet het zo, je moet het zo doen. Ja, dan doe je gewoon rustig aan. Dan ga je gewoon eerst eventjes, dan hoeft degene die erop zit niks te doen. En dan loop je gewoon lekker even rustig een rondje. Kun je wennen aan hoe het paard is. De stichting is dus zeker afhankelijk van vrijwilligers. Je hebt de camera, doe maar een oproep. Nou ja, zeker. Nou, in ieder geval bedankt voor de aandacht. Mensen die het nu zien en die denken ik wil wel eens 1 keer in de week iets doen voor een ander. En waar je gelijkertijd ook een beetje lichamelijke beweging krijgt. Van harte welkom, kijk op onze site spghardenberg.nl of op ons Facebook-adres. We zijn heel veel vrijwilligers nodig. We hebben er wel een aantal, maar we kunnen er steeds meer gebruiken. En als je, zoals je kunt zien straks, kunnen de mensen echt niet rijden zonder vrijwilligers.